Inspiratie haal ik uit heel veel dingen, maar over het algemeen uit steden, wat ik al zei, architectuur, muziek, hoe mensen gewoon gekleed gaan op straat. Dus al dat soort dingen bij elkaar, het zijn allemaal ingrediënten van een collage die toevalligerwijs bij elkaar komt. Dat vind ik heel erg interessant. De meeste dingen die ik om me heen zie gebeuren, daar neem ik eigenlijk gewoon een mental picture van. En dat gooi ik allemaal in mijn hoofd. En dan uiteindelijk, als ik ga beginnen, dan ga ik dingen eruit gooien. Ik ga gewoon hele rare vormen maken en bepaalde stoffen bewerken, prints ontwikkelen. Dat ga ik dan kaderen en dan ga ik eigenlijk pas beginnen met silhouetten. Op het moment dat je op model werkt, heb je altijd de makkelijkheid dat het model gewoon naast je staat, gewoon in je atelier. Dus je kan ten alle tijden kan je het weer op de pop doen, kan je afstand nemen, kan je kijken wat het doet. Of dat de goede kant op gaat. Maar met de auto was dat even een ander verhaal.